Het lijkt wel alsof het steeds erger wordt, hè? Met die politici. Ja, kijk, met Rutte waren we er al een beetje aan gewend. Hè? Ja, die was altijd in gevecht met zijn geheugen en ja, dan wist hij het niet meer. En ja, dan moesten we op een gegeven moment dan toch wel een beetje om lachen en zo. En dan dachten we, laat maar zitten. Maar daarna kregen we bijvoorbeeld jongetje Jette, weet je dat nog? Ja, en die gaf ons allemaal cijfers over de energietransitie en dit ging gebeuren en dat en zus en zo. En dit ging het kosten en dat ging het kosten. En iedereen werd daar van alles en nog wat gepraat. En daar klopte dus helemaal niks van. Nee, daar raakten we ook een beetje gek genoeg aan gewend, ja. He, want het werd een beetje zo van, vinger in de lucht en zwets maar raak. Ja, en roep maar wat gewoon, dat is het dan. Ja, want mevrouw van der Wal van die stikstof, die heeft ook allerlei dingen beweerd, weet je nog? Ja, en allerlei rapporten zeiden later van, er klopt helemaal niks van, nee. En ja, zo gaat het maar door. En nog niet zo lang geleden kwam die Dylan. Die Dylan, ja, weet je nog? Die ging vertellen over duizenden mensen met nareizen. En er was duizenden en dat bleek helemaal niet kloppen. Het was een beetje, ja, een beetje, had ze maar eens een beetje opgezocht. In rapportjes en zo. Het was meer van het gevoel, ja. Weet je wel, die politici die gaan een beetje tegenwoordig ook net als die Henk Kamp vroeger op de onderbuik. Ja, beetje op het gevoeltje, vingertje in de lucht en leuter maar raak. En nou hebben we Mona gezien, op tv. Heb je dat gezien? Met Pauw. Ja, en Pauw zegt gewoon van ja, jij zegt 540 per week. Oekraïners komen in Nederland en het is niet zo. Nee, want het zijn er dus maar 300 of 240 of 230. Het zijn er geen 540. Ja, vinger in de lucht. Ja hoor, ik heb op mijn raak. Ja, en, oh, zijn er 30.000 jonge Oekraïners in Nederland? Ja, nou, dat weet ik ook niet precies. Dat is maar ongeveer. Ook allemaal weer op het gevoeltje onderbuik. En doe maar wat gewoon. Dat is het. Dat is wat die politici doen. Doe maar wat. Ja, en dan vinden ze het uiteindelijk gek in Den Haag. Dat niemand de politiek meer vertrouwt.